Waterman, hi, welkom bij je tarot reading van af het paasweekend tot en met 19 april. Wat in me opkomt, ik doe dat eigenlijk nooit. Ik weet dat andere tarotisten dat doen, dus ik ga 4 kaarten voor je trekken. Dus ik heb een plan. Dat is ook symbolisch voor wat er bij jou gaat gebeuren. Je gaat daar waar je normaliter gewoon je dingen doet, ga je een plan trekken. Dus misschien morgenochtend als ik wakker word, ga ik eerst dit doen, eerst dat doen, dan dat en dan pas dat. In plaats van dat je gewoon opstaat en je ziet wel wat je wil gaan doen. En hoe je het invult. Ik ga 4 kaarten pakken. De eerste kaart voor jou gaat over het verleden. Dat wat gebeurd is. Kan ook zijn gisteren. De tweede kaart gaat over nu, hoe de situatie nu is. De derde kaart gaat over hoe het in de toekomst zal zijn, mits, en dat is de vierde kaart, je een bepaalde actie gaat ondernemen. Leuk? We zien wel waar het heen gaat. We zien wel waar het heen gaat. Wauw! Wauw, de eerste kaart is een aas. Hij valt behoorlijk op de kop, dus ik denk dat ik hem op de kop moet lezen. Aas, dit is dus verleden. Aas van Pentakels. Het heden. Kracht. Ja, wat jij in het verleden hebt gedaan. Oh, lieverd. Wat je in het verleden hebt gedaan is. Even heel kort wil ik jullie gaan splitsen in een groep A en een groep B. Waar kies je voor? Het is echt maar heel kort, maar het is wel een heel belangrijk verschil. Ja, heb je een keuze gemaakt? Oké. Okay. Voor groep A geldt dat je hebt, normaliter zou je iets doen, zou je iets doorduwen, zou je alleen maar op je intellect afgaan. Maar nu heb je rekening gehouden, aas van staven op de kop, met iemand anders. Je bent met andere woorden in overgave gegaan. Je hebt je, zoals deze engel de leeuw getemd heeft, je bent overheerst door iemand, doordat jij niet je eigen gewone dingen deed. Normaliter zou je een bepaalde actie hebben ondernomen en dat heb je niet gedaan. Je hebt je onderworpen aan iemand anders en dat is goed geweest. Dat is goed geweest, dat is lief bedoeld van jou en dat heeft lief uitgepakt. Oké, dan nu B, nummer A, of nummer A, letter A, dat zeg je niet hè zo. Anyway, letter A, blijf hangen, want ik ben dus heel snel klaar met B. Wat jij hebt gedaan, B, is dat je een bepaalde actie heb je niet gedaan die je wel had moeten doen. Je bent absoluut bijvoorbeeld niet voor jezelf gegaan. Je hebt moeite gehad, zoals ik nu ook zit te stotteren, je hebt moeite gehad om te zeggen, dit is wat ik precies wil. En omdat jij niet precies wil, omdat jij je doel niet goed kon definiëren, om te fysiek te zeggen, kon jij geen stappen zetten. En dat heb je dus niet gedaan. En dus heb je jezelf ondergeschikt gemaakt, heb je jezelf onder iemand geschoven, terwijl er gelijkwaardigheid nodig was. Oké, nu verder naar jullie allebei. Dat is een belangrijk verschil, hè? De derde kaart, dus de toekomst, wat het kan gaan brengen voor jou, is de koningin van Pentakels. Dat is natuurlijk prachtig, de koningin van Pentakels, dat is natuurlijk prachtig. En wat je daarvoor moet doen, wat het dus kan worden is dat, kijk, zij houdt ook zo heel trots. Ha, kijk nou eens wat ik hier heb. Kijk nou eens wat ik hier heb. Ik heb de hemel op aarde gevonden. Zo doet zij. Zie je dat? Ze is heel erg blij. En daardoor kan ze dus ook een goede ouder zijn. Kan, hij of zij, hè? Een goede ouder zijn. Kan ze voedend zijn. Kan ze financieel het gevoel hebben van, ik ben rijk. Het is gewoon allemaal helemaal voor elkaar. En qua carrière gaat het gewoon echt super. Het kan heel erg goed gaan dat je goed nieuws gaat krijgen over je carrière. Dus als jij wil switchen van carrière, als je promotie wil, als je je inkomsten groter wil hebben. En de reden waarom dat allemaal kan gebeuren, is omdat je vredelievend voelt. Omdat je datgene wat je hier gedaan hebt, dus of dat nou positief of negatief
voor jou is geweest. Wat jij daar vanaf 9 april, 8 april, 9 april tot en met 19 april, hoe je daarmee bezig bent voor jezelf in je hoofd, is dat jij beseft van, doordat ik zo ben geweest, ben ik betrouwbaar overgekomen. Mensen zien mij als zuiver en daardoor heb je wat meer, het gaat om schuldgevoel ook. Je hebt schuldgevoel, heb je meer losgelaten of schaamte over een bepaald onderwerp in je leven. En misschien klinkt dit helemaal agakadabra en dat ik wat dingen gewoon uit de lucht pluk. Maar als je over een week, over 10 dagen deze clip weer terugkijkt, kan je alles wat ik zeg, elke regel, elke zin, kan je afvinken. Slecht Nederlands. Kan je checken. Afvinken. Kan je wel zeggen. Anyway, maar niet. Ik ben nog niet helemaal wakker. Het is redelijk vroeg voor mij. Misschien kan je het ook aan mijn ogen zien. Mijn ogen zitten wat dichter dan normaliter. Het is wat meer opgezwollen. Mocht je daar ook wel eens last van hebben, check dan de videoclip van mij. Ogen. Ogen. Aan de thumbnail, het fotootje van die clip, kan je al het verschil zien tussen hoe mijn oog er 's ochtends uit kan zien en later, als het oog eindelijk wakker is, eruit kan zien. Enorm verschil. Ja. Er is hier ook een haas bij. En wat nu in me opkomt is dat het staat voor ondeugendheid. Je durft wat meer, je bent wat meer vrolijk en zo. Omdat, dat wou ik zeggen, omdat je het gevoel gaat krijgen dat je schaamte, dat je schuldgevoel minder is. Of dat het helemaal nergens op sloeg. Vanwege dus iets wat hiermee te maken heeft. Ga je schilderen? Ga je iets moois maken voor jezelf? Ga je je hobby beoefenen? Ga je meer tijd nemen voor je hobby? Ga je lekker in de tuin werken? Ga je aan je eigen welzijn meer denken? En dat is super gaaf, want daardoor gaan dus mensen zien van, oh, die wil ik hebben voor een bepaald project. Of zij of hij wil ik hebben voor een relatie. Of om advies te vragen. En wie weet wat voor situaties daar dan weer uit voortkomen. Maar in elk geval zeer positief. Want de dame van Pentakels en de dame die de leeuw vasthoudt samen is... het gaat sowieso natuurlijk over kracht. Beide kaarten gaan over kracht. En het gaat over vreugde, maar het gaat over zachte kracht. Net als zowel deze kaart als deze kaart. Weet je, dit is een goede moeder. Zij is zacht, ze is lief. Ze kan hard werken. En dat is deze hetzelfde. Er is een overgave, er is een zachtheid. Terwijl er tegelijkertijd ook kracht is. Die kaart heet ook kracht. Weet je? Er is een overwinning. Omdat je schaamte los hebt gelaten. Omdat je schuldgevoel los hebt gelaten. Een andere betekenis van deze kaart. En nu word ik heel benieuwd naar kaart nummer 4. De actie die je moet ondernemen. Is vergiffenis. Vergeef. 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 Wat je daarvoor moet doen, ik heb de ster en ik heb de Knight of Cups. Kelken ridder. En deze twee samen is dat je inderdaad een uitnodiging krijgt, maar jij moet toenadering zoeken tot een bepaald iemand. En je moet het over jou hebben. Je moet het over jou hebben. Dus ook niet als je ergens binnenkomt, bijvoorbeeld bij een zaak waar je graag wil werken, dat je een compliment gaat geven over de zaak. Dan kom je misschien over als een sleazeball, als een slijmbal. En dan heeft diegene zoiets van, ja, zo'n zwak iemand wil ik niet. Meteen moet het over jou gaan. Kijk, die kelken die hier zo... Je ziet haar hier, ze is zo overvloedig. Ze voelt zich zo goed, omdat ze dus, waar is mijn dame, tijd voor zichzelf heeft genomen. Ze voelt zich zo ontzettend goed dat ze dus genoeg heeft om te geven. Ze heeft genoeg om wederom te voeden. Zie je dat? Het voeden is belangrijk, maar het is zaak dat als jij vooruit wil, als jij een bepaalde stap wil bereiken in jouw relatie, in je vriendschap, in je werk, in je carrière, is het belangrijk dat jij weet dat je voedend bent, zodat dus je schaamte en schuldgevoel over die keren dat jij dacht dat je het niet was,
waar mensen dus gezegd hebben van, oh, je bent ook niet aardig. En dat heb je misschien aangetrokken. Je gaat erachter komen in deze 10 dagen dat het onterecht is. Het is onterecht dat je afgezeikt bent om jouw goede eigenschappen. Dus ook middels vergiffenis. Je gaat die ander vergeven. Je gaat jezelf vergeven dat je zulke ideeën hebt gehad. Hier achteraan post ik de clip zelfvergeving nog een keertje. En, want die doe je natuurlijk al dagelijks, maar voor de zekerheid, voor de nieuwkomers. Hier, hallo, welkom. Maar het gaat er dus om dat jij het niet meteen laat zien. Dat je niet meteen gaat doen. Dat je niet voedend gaat zijn. Je hoeft het niet te zijn, want je gaat zo zelfverzekerd zijn dat je zelfverzekerd zijn, ze kunnen er allemaal over gaan, dat je niet lief, aardig, voedend hoeft te doen. Je weet, ik ben zo. Dit is mega bekrachtigend de komende dagen. Ik hoop dat je het punt kan herkennen en dat je het ook gaat erkennen voor jezelf en er tijd voor neemt. Bij deze videoclips van mij, Engelstaligen zitten er ook bij. Kijk maar of je dat leuk vindt. Heel veel liefst.